Ik ben Loïc en ik ben zot van lokale producten. Ik ga op zoek naar top ingrediënten bij straffe producenten van bij ons. Zeeduiven, een van de lekkerste vissen uit de zee. En die komen we vandaag halen in de Noordzee, in Brussel. Daar ligt ons, hè. Een zeeduivel. De filets en zijn een mottige kop ernaast. Goedendag, bonjour. Goedendag. Hoe is het? Goed. Allemaal goed? Is de water daar? Ja, is daar. Water. Ah, water. Ah, mooi. Ça va, hè? Ça va? Zeg, ik ben op zoek naar een lekkere vis, maar het is wel een mottige. Ja. Ik heb hem al gezien in een toog. Kunnen we daar een beetje meer over vertellen, over die zeeduivel? Ja, ik heb een opzij gelegd voor u. Dus dat is duidelijk waarom dat ze die zeeduivel noemen. Hè. Ja, amai. Dus het is eigenlijk een platvis. Hè. Dus je hebt de bovenkant is donker. En de onderkant is wit. Zoals een pladijske, in feite. Ja, en dat is eigenlijk omdat ze dus voor een gedeelte in het zand leven. Een beetje op de loer liggen voor hun eten. Hè. Dus die eten kleine visjes. Hè. Ja, die moeten zo... Hop, ja, en dan die hebben hier een soort van antennetjes. Zo wat voelspietjes. Ja. En die bewegen. En dat trekt dus de aandacht van de kleine visjes. En die leven op 100 meter tot 600 meter diepte. Doe dat geen zeer, hè? Nee, dat is echt vrij scherp. Ja. En is dat echt een vis van bij ons? Vinden wij die courant in onze Noordzee? Ja, dus de Noordzee, dus tussen Schotland en Denemarken. En is dat daarom ook dat dat zo duur is, omdat dat van een beetje verder moet komen? Nee, niet direct. Het is vooral omdat er heel veel verlies aan is. Enkel de staart, dus vandaar de naam staartvis ook, lotten of staartvis. Enkel de staart wordt eigenlijk bijna voor consumptie gebruikt. Ik zei die zijflappen eraf. Dan snijden we dat hier gewoon. Dat stuk eraf. Dit is super vers, hè, want... Ja, glibber. Is dat belangrijk als de mensen vis kopen? Ja. Dat het goed glibberig is. En ook een dat ik vaak heb gehoord, je mag niet naar vis ruiken. Je moet gewoon... Een verse vis... Dat mag niet. Dat mag niet ruiken. Een verse vis riekt niet. Lekker. Ik heb al goesting. Moet je een zakje nemen? Nee. Voilà. Ik heb al genoeg een plastic goeie en voilà. Een goede leerling. Water, dikke merci. Ja. Ik vond het mega interessant. En tot de volgende. Ja. Misschien op pleintje, glasje witte wijn. Een beetje gefrituurde vis. Moet er mee aan de slag. Kom eens met.